Ook stel ik me zo voor gezeten van al die banden afkijken. Ja, het is, je kunt alles nu online krijgen, ja. Dat scheelt okay. Al enorm. We hebben de hele zomer alles zitten, nou, heel veel zitten kijken, ja. Ja. Honderden uren. Het kon gelukkig vanuit huis, kon gewoon vanuit huis inloggen bij Beeld en Geluid. Dus we konden alles heerlijk uitkijken. Maar kijk je zelf het liefste naar? Wat voor welk genre? Ja, satire natuurlijk. Ja satire. Ja, eigenlijk alle satire. Ik vind het namelijk ook heel interessant. Het leuke van satire is, het gaat altijd over de tijd waarin het is gemaakt. Dus je leert ook heel veel van de tijd. Het zegt veel over de tijd waar het in is gemaakt. Ja. Dat maakt het altijd extra interessant, ja. Maar wel een klus. Maar een leuke klus. Ja, ja. We zijn toch al liefhebbers. En heel veel... En makers en liefhebbers. En je veel naar jezelf zitten kijken. Ja, ook dat nog. Dat is ook soms... Er is ook heel veel naar hem zitten kijken. Ja, en? Dat nog ook. Ja. Nee, dus dat is ook... viel soms heel erg mee. En soms dat je denkt, oké, dat was in mijn hoofd anders. Maar het is wij zijn zelf al liefhebbers. We wisten veel dingen uit ons hoofd al. Want waar keek je zelf vroeger naar? Ja, Cote & Bie natuurlijk. Ja, dat was echt wel... De koningen van de satire. Ja, ik bedoel, wat wij ook gemaakt zouden hebben, we zouden ze altijd tekort doen. Dus er is een... Koen Verbraak heeft een paar jaar geleden een 3 uur durende documentaire over gemaakt. En zelfs dat deed niet recht aan wat zij allemaal gedaan hebben. Dus daar zijn wij allemaal, alle makers van satire zijn schatplichtig. Nu je het erover hebt, zullen we hem gewoon er gelijk bij pakken, Cote & Bie? We zouden er eigenlijk mee eindigen, maar als je er dan over begint, dan is het toch lekker om er gelijk mee te beginnen. Pioniers en vernieuwers. Het programma zat ingenieus in elkaar en ze spraken via het scherm met hun eigen personages. Zoals met de taalkundige professor Dr. Anders E.I. Kipping, Neerlandicus. Meneer Kipping, het probleem wat u vanavond behandelt. Dat. Wat? Nee, dat. Wat dat? Dat wat? Welk wat? Dat wat dat meneer Van Cote gebruikt. Meneer Van Cote zegt het probleem wat. Dat. Ja. Dat ja, dat wat, ja, ja. Dat lees je steeds vaker en dat hoor je ook steeds vaker. Wat? Wat in plaats van dat? Ja, hoe komt dat, denkt u? Wat? Nou, dat. Dat wat? dit is natuurlijk sowieso heel erg knap geschreven. Ja. En dan hebben ze het ook nog, dan spelen ze het ook. Het is natuurlijk, ze hebben de dialoog met zichzelf, dus ja. Het is ook nog ontzettend. Qua techniek is het ook waanzinnig knap. Ja. En ik vind altijd dat ze zo ontzettend met een eigen typetje samenvallen. Die Kipping is gewoon Kipping. Ja. Die bestaat gewoon echt. Ja. Jij doet de voice-over van het programma. Ja. Want jij bent cabaretier. Nou, ik ben... Ik zie mezelf niet eens als cabaretier. Ik zie meer als een absurdist. Ja. Dat ik weer iets anders vind dan satire. Precies. Maar wat is het verschil dan? Een absurdist die heeft niet het idee dat er ergens zingeving is. Dat is allemaal onzin, zeg maar. Dat is gewoon niet een... En satire, dat is altijd... Je hebt kritiek omdat je het idee hebt dat er nog iets is... Dat er een soort utopie is, dat je het corrigeert. Ja, satire gaat wel ergens over. Het gaat ergens over, het is ergens gericht. En je wil het eigenlijk corrigeren. Het is zo, maar het zou eigenlijk zo moeten zijn. Lubach zegt in het programma satire is de uiterste beschermlaag van de democratie. Nou, je schrijft veel voor Lubach. Dat is wel mooi. Voel je dat ook? Ja, dat is mooi. Ja, er zitten een paar hele mooie definities in. Wat ook het ventiel van de samenleving. Sanne Wallis-Vries noemt het ventiel van de samenleving. Onderuit halen wat te hoge status heeft. Ja. Zeggen waar het op staat. Een aantal van de definities. Een aantal satiremakers die een definitie geven. Maar de uiterste beschermlaag van hij zegt een land waar je niet meer om de macht kunt lachen... is op de eerste stap naar... En er wel om kunnen lachen is ook een grote vrijheid. Ja, dat is de grootste vrijheid die er bestaat. Ja. Ja. Dus, als je het over satire hebt... is politiek ook wel vaak en het Koningshuis. Hè? Ja. Dat zijn echt wel vaste onderwerpen. Laten we even kijken. Nog steeds namelijk.